Dit is Marieke Vermeiren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks Inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven. zodat jij het leven kan leiden. en het leven kan vormgeven. zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hey hoi, ik ben Francis van der Wiel, ademcoach. Fijn dat je naar deze podcast luistert. De vorige keer vertelde ik al over het tempo van hoofd en lijf. Vandaag wil ik daar wat dieper op ingaan en laat ik je weten waar jij de sleutel tot jouw geluk kunt vinden. Heb je ook zo'n druk leven? Te veel ballen in de lucht houdend, rennend van afspraak naar afspraak, van de sportschool voor een goed gezond en aantrekkelijk lijf, naar de biomarkt voor de beste en lekkerste ingrediënten, omdat het jouw beurt is om te koken voor de eetclub deze week. Terug naar huis om je om te kleden voor die power meeting met grote investeerders. Geen tijd meer om fatsoenlijk te eten omdat je daarna direct doorgaat naar dat toneelstuk waar iedereen het jubelend en juichend over heeft. Thuisgekomen als een tornado door je huis, je klapt je laptop open om nog even wat dringende mails te beantwoorden en voor je het weet ben je tot middernacht aan het werk. Na zo'n dag, waarin je jezelf nauwelijks de tijd hebt gegund om adem te halen, rol je eindelijk in je bed. En dan kun je de slaap niet vatten omdat je adrenaline niveau veel te hoog is. Als je lang zo doorgaat, pleeg je roofbouw op je lichaam en geest. Het gevolg is dat je lichaam in overdrive gaat om jouw absurde tempo bij te kunnen blijven benen. In je hersenen verschuift dan een bepaalde balans. Je hebt in je hersenen een sympathisch en een parasympathisch deel. Het sympathische deel staat voor het gaspedaal en het parasympathische deel staat voor de rem. Bij stress drukken je hersenen met behulp van hormonen het gaspedaal volledig in en schakelen de rem helemaal uit. Als je lange tijd van alles hebt uitgehaald met jouw rem en gaspedaal is je systeem uit balans geraakt. Je geeft bijvoorbeeld gas maar drukt tegelijkertijd op de rem of je geeft gas terwijl de remmen niet meer werken. Of je remt terwijl er helemaal niks te remmen valt. Dan is het de hoogste tijd om jouw sympathische en parasympathische delen opnieuw in balans te brengen. Op die manier breng je ook allerlei biochemische stofjes in balans, zoals serotonine, dopamine en oxytocine. Ik zal de werking van deze stofjes. Neurotransmitters genaamd nader uitleggen. Neurotransmitters zijn stoffen die het mogelijk maken dat zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren. Serotonine wordt in de darmen geproduceerd. Deze stof heeft verschillende belangrijke functies bij de spijsvertering. Onder andere het hongergevoel en de neiging tot slapen worden hierdoor gereguleerd. Dopamine wordt in de hersenen geproduceerd en is betrokken bij verschillende functies zoals het ervaren van genot en blijdschap. Daarnaast is dopamine nodig om de hormonen adrenaline en noradrenaline aan te maken. De superinjectie voor jouw gaspedaal zeg maar. Oxytocine wordt geproduceerd in de hypofyse. En komt bij vrouwen voor gedurende de zwangerschap en na de bevalling. Het wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. Deze stofjes samen zorgen niet toevallig voor een subjectief welbevinden, oftewel jouw eigen geluksgevoel. En hoe zorg je nou dat je jouw geluksgevoel vergroot? Hier komt de sleutel tot jouw geluk: door te vertragen, zodat je hele biochemische industrie weer in balans kan komen. Probeer het maar eens, met vijf minuten bewust ademhalen. Zoek na die intense vergadering of in je lunchpauze een lege kamer op, waar je ongestoord kunt gaan zitten, in kleermakers zit of kunt gaan liggen op de grond. Doe je ogen dicht, leg één hand op je buik en één hand op je hart. Adem rijk en diep in door je mond en laat alles los op de uitademing. Kijk of je de pauze tussen de in- en uitademing kunt laten verdwijnen, zodat je optimaal zuurstof naar binnen kunt halen. En ervaar dan hoe slechts 5 minuten verbonden ademhalen je kan revitaliseren en balanceren. Als je een volledige ademsessie volgt, waarin je anderhalf uur alle aandacht aan jezelf schenkt, is dat effect nog veel groter. Je begint dan met een landingsmeditatie, waarin je de tijd neemt om af te dalen vanuit je ubertempo naar het nu, om terug te schakelen van de zesde naar de derde versnelling, af te dalen vanuit je hoofd naar je lijf, van denken naar voelen. Vervolgens focus je volledig op je ademhaling en laat je je meevoeren op de zuurstof en haar helende werking. Heerlijk. Maar er zijn vele manieren om te vertragen. Een goede is bijvoorbeeld wandelen in de natuur, zodat je weer kunt synchroniseren met het natuurlijke ritme. Alles wat jij met gefocuste aandacht doet, zal je dieper in contact brengen. Met je ware zelf. Kies een vorm die bij jou past: meditatie, mindfulness, bewuste seks, dans, yoga, creatieve activiteiten. Hierdoor zullen rust, acceptatie, vertrouwen, zelfliefde en compassie zich steviger. In jouw veranker. Zo creëer je ruimte voor het leven. Om je precies dat en meer te geven waar je hart naar verlangt. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar hoe jij heel effectief de sympathische en parasympathische delen van je hersenen kunt balanceren? Kom dan op de even donderdagavonden naar de bewustzijnsschool. Daar geef ik les van 9 tot half 11. En wil je meer lezen over mij of ademreizen? Kijk dan op www.ademreis.nu. Ik wens je veel gelukkige vertragingsmomenten toe deze maand. Tot een volgende ontmoeting.